Goedemorgen. Goedemorgen. Zonnetje meegenomen. Heerlijk, hè? Top. Alles goed? Ja, zeker. Met jou? Zeker. Fijn dat je er bent. Ja, dank je. Ik mag met jou een dagje meelopen. Ja, ik vind het erg leuk. Dus loop maar mee, dan lopen we naar binnen. Inside PSV Vrouw. Ik ben benieuwd. Ja. Ga je dan nu meteen omkleden? Ja. Oké. Okay. Ja. Kom binnen. Thanks. Jullie hebben natuurlijk je eigen kleedkamer ook. Ja, ja, we hebben er nu twee, zodat het ook vanwege corona dat we iets meer afstand hebben. Ja. Hier naar links. En ik loop eerst altijd hier eventjes. Ja. En dus bij materiaal ga ik mijn kleding ophalen. Morning. Goedemorgen. Goedemorgen, Janou. Hoe is het? Hoe is het? Goed. Goed, met jou? Goed, goed, goed. Dat is meteen een... Mijn eerste setje. Ja. Dan zal ik nu mijn eerste setje op en dan straks krijgen we nog een top. Kijk, dankjewel. Alsjeblieft. Even kijken. Heb ik mijn schoon? Hij is helemaal schoon. Alleen mijn slijmbroekje nog eens. Alleen jouw slijmbroekje. Dan, eerste setje dus? Ja. Oh, ja. Dus je kan meerdere setjes per dag? Ja. Straks als we klaar zijn met de veldtraining, dan krijgen we zo'n, zeg maar zo'n bak. En dan gooien we daar alles in. Brengen we dat hier af. Dankjewel. En dan komen we hier, pakken ons tweede setje, kleden ons om. En dan naar de lunch, zeg maar. Dus, omkleden. Top, gaan we even omkleden. Thanks, doei doei. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, dit is de kleedkamer waar ik altijd zit. Iedereen heeft wel een beetje zijn vaste plek. Ik zit altijd daarachter. In het hoekje? Ja. Nou, nee, eentje daarvoor. Okay. Naomi zit daar natuurlijk. Ja, jij gaat je omkleden? Ja, ik ga me even omkleden en dan zie ik jullie zo. Zie je zo? Yes, top. Kijk. Zo. Klaar. Klaar voor. Ja. Druk programma, dus waar gaan we naartoe? Naar de fysio. Oké. Okay. Goedemorgen. Want jij gaat altijd naar de fysio voordat je start? Ja, ik tape eigenlijk altijd mijn enkel. Ja. Dus ja, ik ben hier elke dag eigenlijk. Hi. Eventjes gezellig. Ja. Maar wat heb je nu aan je enkel? Ja, ik tape hem nu eigenlijk gewoon altijd. Maar ik had laatst even iets. Dan heb ik gewoon even iets meer steun nodig. Ja. Is hij een beetje lief voor je? Ja, joh. Hij doet het goed, dus... Mark, bedankt. Ja, was me vaak genoegen. Ja. Tot de volgende keer. Goed om te zien. Doei, hè? Elke ochtend voor 9:30 moeten we ook een vragenlijst invullen. Dus dat is deze app. En zo kan de staf ook zien nou, hoe je je voelt, hoe je benen zijn, hoe je hebt geslapen. En als het dus minder goed is, dan komen ze even naar je toe. Vragen ze van hoe voel je je. En als het nodig is, passen ze de training aan. En als je het vergeet of te laat invult, dan heb je dienst. Dus dat betekent dat je moet zorgen voor het ballen die worden opgepompt. Oh nee, joh. Alle spullen die op het veld komen. Dus ja, er wordt wel streng op gekeken. En dan zie je dus de kleuren. Dus ik heb goed geslapen, het is erg groen. En stel je hebt minder energie, hoe lager, hoe roder, zeg maar. Dus dat zien zij dan ook terug op de computer. Dus, dat zou allemaal kunnen, hè, tegenwoordig. Ja. Netjes. Ja. Oké. Okay. Nou, dan ga ik nu altijd eventjes... alvast wat opwarmen, een beetje fietsen, stretchen. Oh ja. De rest, een aantal zijn al bezig, zie ik. Dit is de gym. Ja, de gym. Kom binnen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Doe vooral je ding. Dus ik begin altijd met fietsen en dan een beetje rekken. En dan heb ik zo meteen een gesprek met de trainer. Ja. Dus, oh, ja. Ja, is zo nice. Nice. Dat is een good game. Ja. Yeah. Ik ben fout, dat is te laat komen. Ja, het moet wel even een beetje snel doen. Volle druk, hè? En je hebt nu van 11 uur tot ongeveer 12:45 training. Ja. Ja. Dat is het beste pittig. Ja, het is. Het is wel van drinken, ja. En die is dan opgedeeld uit een warming-up? Ja, warming-up, vaak een of nog een ronde of paas en trap. Ik denk nog een positiespel en vaak rond deze dag ook tactisch. Dus al richting vrijdag dat we weten wat we verdedigend en aanvallend doen, zeg maar. Dus dat we dat op het veld uitzetten en gaan trainen. Oké. Okay. Oké, laten we starten. Dus die zal er nu bij zijn, die gaat in de training ergens, is hij wel weg en straks bij de krachttraining is er ook bij. Snelle draai, achteruit afmaken, vanaf. Kom! Hey! 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 Watch out! Watch out!
Naomi, is het dan nu weer goed tussen jullie na zo'n beuk? Ja. Ja. Het was eerder nog erger en dan... Nee, dat was echt niet. Maar is dat tijdens de training op het veld tussen jullie altijd zo? Nou, wel een stuk minder hoor. Het is wel eens erger geweest. En dan was het echt met een positiespel bijvoorbeeld. Dan was het echt gewoon ruzie. En toen dacht ik, we gaan maar expres niet meer bij elkaar staan. Zeg maar dat we niet meer tegen elkaar aan. Maar houden jullie dat dan privé en op het veld, is dat dan gescheiden? Of kun je elkaar dan ook even niet spreken? Nou, nee. Dat is eigenlijk... Ik heb dat nog nooit gedaan. Ja, dat is gelijk klaar eigenlijk. Ja, toch? Hoe is de sfeer hier op de hertgang? Ja, heel goed eigenlijk. Heel... Ik vind als je hier binnenkomt en iedereen begroet je, dat vind ik wel heel fijn. Dus ja, ik vind het eigenlijk altijd een hele gezellige sfeer. Zelfs de mensen van de keuken die kennen ons en die vragen altijd van hoe gaat het, ze volgen ons. Dus nou ja, de sfeer is heel goed. Ja. En als het nou wat hectischer is of drukker hier, hoe merk je dat dan? Daar merk je eigenlijk niet zo heel veel van, vind ik. Ik denk dat je het persoonlijk misschien wel wat meer merkt en als team. Maar ik denk, wij zijn daar best wel goed doorheen gekomen elke keer. En, we hebben ook niet echt een lastige periode gekend en daar zijn we ook bovenop gekomen. En ik denk dat het belangrijkste is dat je samen blijft en kijkt naar de oplossing en hard werken. Ja. Ja. Wat betekent de staf daarin? Wat ik nu een beetje gezien heb vandaag, ja. Iedereen is best wel één en ja. Kijkt goed naar elkaar. Ja. Er wordt gewoon heel goed gekeken naar ook hoe je je voelt en het programma. En ik denk dat de staf heel betrokken is naar ons toe. Dat is gewoon ook super belangrijk. Dat je ook daarin connectie voelt. Ik bedoel, het team is natuurlijk super belangrijk, maar de staf hoort daar ook bij. En de drempel is gewoon heel laag. Je kan altijd naar ze toe om dingen te vragen. Of wat we doen met beelden. Dus, ja, wel. Het gevoel dat ze ook echt 24/7 dan voor je klaarstaan? Ja, ja, 100%. Ja, dat zeggen ze ook altijd. Maar ja, ik persoonlijk merk dat wel heel erg. Dus, dit is het kantoor van de performance. Ja. Hoe moet ik het zien? De performance staff. Ja. De performance staff. Ja. Oké. Okay. Er zitten fysieke trainers, er zitten sportwetenschappers, er zitten IT-specialisten. Die allemaal de coaches en de speelsters ondersteunen. Okay. Dus in principe meten we alles van... van PSV 1, jong PSV, PSV onder 18, PSV vrouwen meten we ook alles. Dat gaat over wedstrijden en trainingen, maar bijvoorbeeld sprinttesten, fitheidstesten, lengte, gewicht, dat meten we ook maandelijks bij de andere teams. Een jaar of 9 of 10. En eigenlijk maken de vrouwen maken gebruik van dezelfde rapporten als de rest van de jeugd, ook als bijvoorbeeld van de eerste elftal. Ze zijn gewoon onderdeel van de academie eigenlijk en we volgen daarin het programma en analyse die we ook bij de rest aanbieden. Ja, veel data dus. Er wordt hier flink getraind, ja, zie ik. Zeker. Een mooie krachthonk. Ja, heel mooi. Maar 4 jaar geleden, toen jij hier kwam, toen was dit er volgens mij niet. Nee. Wat is er allemaal veranderd in die tijd? Nou, in dat opzicht veel hier. Eigenlijk alleen de kleedkamers zijn hetzelfde en voor de rest is hier echt alles vernieuwd. Echt een hele mooie uitstraling. Wij hadden hier dus geen krachttraining. Wij gingen na het veld met de fiets of de auto naar het stadion. Daar beneden hadden wij de krachttraining. Nou, de kleren die werden toen ook nog niet voor ons gewassen. Dat wordt nu ook allemaal geregeld. Dus dat, dat zijn wel dingen die echt vooruit zijn gegaan. Ja, ja, ja. Wel flink veranderd. Ja. En ik zie hier gewoon dat de mannen bezig zijn. Dus daar gaat allemaal lekker samen. Ja, dat gaat allemaal. Ja, zeker. Ja, ja, okay. Dus dat is mooi. En is dit dan nu het einde van jouw dag? Nu zit de krachttraining erop, dan soms gaan een aantal nog in het ijsbad om even nog wat, het is altijd goed voor je spieren. Ja. En dan douchen inderdaad en dan richting huis. Okay. Soms nog even een koffietje, er wordt er nog wel eens gedronken hier, soms bij de materiaalmannen of met elkaar. Ja. En dan gaan we richting huis. Oké, okay. Nou, dan laat ik jou afronden. Is goed, dan dankjewel. Dan zie ik jou straks nog even. Ja, top. Nou Janou, 4:15, dat is een lange dag. Dat is een lange dag, ja. Zo'n dag als vandaag, herhaalt zich dat dan iedere dag in de week? Niet iedere dag, maar zeker twee keer per week, ja. Oké, okay, dus eigenlijk een beetje vergelijkbaar als met de mannen? Ja, eigenlijk wel.
Zo klein was ik. Dat ziet er hetzelfde uit dan. Hey, toen je droomde als klein meisje om profvoetbalster te worden, had je dit dan verwacht? Ziet het er al zo uit zoals je in dromen? Ik denk nog meer dan ik had verwacht eigenlijk. Dit zijn gewoon, wat ik zei, dit zijn fantastische faciliteiten. En ik ben heel blij en trots dat ik hier elke dag mag komen en mag doen waar ik zoveel van hou. En dat is voetballen. Dus, mooi gezegd. Ja. Ja, nou, heel veel succes. Dankjewel. En PSV Vrouwen, daar gaan we nog veel van zien, dat weet ik zeker. Dankjewel voor dit jullie inkijkje. Ja, goeiedag vandaag. Jazeker. Dankjewel. Ja, doei, hè? Doei.